Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Ad Verbrugge en vandaag is bij mij te gast Hans Schnitzler, filosoof, publicist en mede-initiatiefnemer van de Bildung Academie. Welkom Hans. Dank je, Ad. Het is mijn bijzondere genoegen in allerlei opzichten. Ook bijzonder omdat jij in 2009 bij mij bent afgestudeerd aan de Vrije Universiteit. Op een scriptie met als centrale thema, of titel meen ik zelfs, de terreur van de intimiteit. Mm-hmm. En we hebben in de loop der jaren contact gehouden natuurlijk. Je hebt een aantal jaren geleden een zeer spraakmakend en goed verkopend boek geschreven. Digitale proletariaat, ja. Waarin je eigenlijk al de zorg uitspreekt over de manier waarop de huidige digitalisering en de rol die big tech daar binnen speelt, kritisch aan de orde stelt. Inmiddels is die kritiek, denk ik, wordt die door veel breder gedeeld maatschappelijk. Zien we zelfs dat de politiek daar actie op heeft ondernomen. Ja. We hebben de hoorzittingen gehad in het congres, ook in het Europese parlement, waarin onder andere Mark Zuckerberg is aan de tand gevoeld. Je ziet nu dat er toch sprake is van politieke wil om iets te doen aan die macht van big tech bedrijven. En we hebben vrij recent een spraakmakende en verontrustende documentaire kunnen kijken op Netflix, nota bene, zou ik bijna zeggen. Ja. The Social Dilemma, waarin met name van de betrokkenen zelf, die ook een leidinggevende positie hadden bij Google of bij Facebook, eigenlijk hun grote zorg uitspreken over wat daar gebeurt. Ik ben natuurlijk heel benieuwd hoe jij daarnaar gekeken hebt, naar die film. Misschien kunnen we een paar thema's met elkaar verkennen, ook uitgaande van wat jij destijds ook al hebt geschreven en hebt doordacht in het digitale proletariaat. En dan gaan we zo verder naar waar je nu mee bezig bent en dat je eigenlijk de thematiek in een breder cultureel perspectief wil zetten. Wat mij als cultuurfilosoof natuurlijk ook zeer aan het hart gaat. Dus laten we eerst maar eens beginnen met die social dilemma. Hoe heb jij gekeken naar die documentaire? Ja. Een beetje met een dubbel gevoel. Kijk, enerzijds was ik natuurlijk heel erg blij. Deze thematiek kan niet vaak genoeg op de agenda worden gezet. Ja, omdat dat is zonder klare verdienst, hè? Bewustwording. En dat is hartstikke mooi, dat nog meer mensen bewust worden van wat er nou gaande is, wat die verdienmodellen natuurlijk zijn, wat er met die data gebeurt. De mogelijkheid tot manipulatie. Dus het is heel goed dat ons een keertje heel scherp. En ja, de paradox is de hartstocht van het denken, zou je kunnen zeggen. Dat juist Netflix dat plaatst. Dat heeft alleen een groot bereik en dat is alleen maar mooi. Maar ja, aan de andere kant zit er toch ook wel, kan je ook wel met een kritisch oog naar die documentaire kijken. Want wat daar natuurlijk toch wel eigenlijk heel erg veel gebeurt, en volgens mij is dat hier ook al wel besproken aan tafel, is dat ook wel worden voorgesteld als datasubjecten, zoals ik dat dan graag noem, alsof we volledig willoos overgeleverd zijn aan die hogere techmachten. Ja, dat was ook een thema in het gesprek met Siri Behrens, met David van Overbeek. Ja. Ja. En ja, goed, en het probleem daarmee is dat je dus eigenlijk zeg maar in dat narratief blijft zitten, in dat technologische narratief, dat ook voortdurend daar wordt gezocht naar de oplossingen, dat het de techies zijn die uiteindelijk ook ons gaan bevrijden, want die snappen natuurlijk hoe die technologieën werken. Terwijl ik denk dat het heel erg belangrijk is dat je probeert toch ook eventjes uit te zoomen en je af te vragen van ja, maar wacht eens even. Natuurlijk, er worden bepaalde zaken in ons brein, bijvoorbeeld het beloningscentrum, wordt voortdurend geactiveerd door notificaties, signaaltjes. Er wordt van alles gedaan om onze aandacht te pakken te krijgen, om ons vast te lijmen aan die schermpjes. En zeker, daar gebruiken ze allerlei psychologische technologieën voor of technieken. Tegelijkertijd is het natuurlijk ook nog steeds zo dat we daar ons niet per se volledig in hoeven laten mee te voeren. Het is niet een evolutionaire noodzakelijkheid. En wanneer dat dus op die manier geframed wordt,
Dan wordt het ook heel erg moeilijk om de discussie bijvoorbeeld naar waarden, maatschappelijke waarden of publieke waarden te leggen. Buiten zeg maar dat tech-narratief. Dus ja, dat is, ja, het gaat uiteindelijk natuurlijk in de kern om een mensbegrip. Hè, ja. Een begrip van menselijke psyche of het zielenleven. En inderdaad, men is wel een beetje bijna skinneriaans of behavioristisch daar naar aan het kijken. Ja. Maar laten we even dan teruggaan toch naar jouw boek destijds. Hè? Dus digitale proletariaat. En misschien raken we dan vanzelf ook nog aan thema's uit documentaire, maar dat staat voor mij niet voorop. Dus kun je misschien toch eens kort aangeven wat nou jouw centrale drijfveer was toen om dat boek te schrijven en een paar, laten we zeggen, centrale gedachten die in jouw ogen dus ook relevant zijn om onze huidige situatie te begrijpen, om die eens even neer te zetten. Ja. Nou ja, ik denk dat ik, zeg maar, de urgentie die ik voelde om dat boek te schrijven was, begon eigenlijk bij de Jerry Springer Show, heel lang daarvoor. En een soort, ik weet niet of mensen dat nog kennen, hè, daar werden allerlei privé-kwesties uitgevochten voor een in potentie miljoenen publiek. Het was een bijzonder vernederende ervaring vaak voor de deelnemers. Ja. En ik keek daar naar en met een mengeling van fascinatie, maar ook toch wel plaatsvervangende schaamte. Ik dacht, wat gebeurt hier nu toch? Wat bezielt deze mensen dat ze dat hele horrorkabinet, zou je kunnen zeggen, van hun intiem persoonlijke binnenwereld. Ja, misschien voor de jonge kijkers, de wat er gebeurde bij de Jerry Springer Show is dat er een vrouw ging opbiechten in het programma aan de man. Dat ze vreemd ging. Ja, bijvoorbeeld. Of een man dat hij eigenlijk gokverslaafd was. En vervolgens zaten daar allerlei betrokken mensen in het publiek die meehielden. Ja, en het ontaarde dus regelmatig ook in halve vechtpartijen. Ja, klopt. Ja, ik vond dat toch echt wel. Dat raakte mij en ik begon me af te vragen waarom is dit zo? En dan kom je natuurlijk snel op de thematiek van intimiteit, van de, van ja, de intieme levensfeer. Ja, ook jouw eindscriptie-thematiek. Ja, dus, zeker. En wat was de lijn daarin? Verontrust je daar? Het verontrustende is dat ik op een gegeven moment wel zag, die intieme levensfeer, die zich verhoudt tot de publieke sfeer, maar juist in onderscheid tot die publieke ruimte, wanneer dat een soort publieke zaak gaat worden, waarin mensen vrij massaal bijvoorbeeld hun meest persoonlijke gevoelens of problemen in het publieke domein gaan laten manifesteren, dat je dan wel een probleem krijgt. In de zin dat zeg maar dat hele, die sfeer van het huis, als het ware, van oikos, dat als een publieke reikwijdte krijgt en een publieke draagwijdte. En dat is alleen al problematisch, omdat je dan eigenlijk vanuit het idee dat de sfeer van het huis de sfeer van de onmiddellijke behoeftebevrediging is, de sfeer van de verlangens, van de onmiddellijke erkenning. En wanneer dat ruimte krijgt in het publiek domein, dan gaat dat die sfeer daar overheersen. En het is ook de sfeer van het kinderlijk, hè? Dus het thuiskomen, de veiligheid, maar ook het onveilige huis. Dus je triggert bijna ook iets kinderlijks. Ja, ook, hè? Met het binnentreden van het private kom je bijna ook in een soort kindarchetype. Ja, zeker. Ja. En het kind dat natuurlijk ook gewoon zo'n boos is. Precies. Stampvoetend als het ware iets wil hebben. En dat wordt publiekelijk beleden. En ik zag daar al snel iets verontrustends in. Onder andere hierdoor. En ik denk dat als je nu om je heen kijkt, dat je op allerlei manieren daar nog steeds manifestaties van ziet. En natuurlijk de manier waarop media in dit geval televisie, dat soort effecten enorm kan versterken, daar echt een behoorlijke katalysator voor is. Dus ik ging me daarin verdiepen. In eerste instantie natuurlijk dat onderscheid publiek-privé, hoe kan ik daarnaar kijken? Maar heel snel kwam die technologie erbij. Ja, het is wel interessant, want ik denk dat we raken hier meteen ook al aan die cultuurdiscussie waar we nog naartoe gaan. Hè, maar dat stellen we nog even uit. Hè. Ik was recentelijk een boek van Günther Anders aan het lezen, de filosoof, Duitse filosoof, die zich erg ook heeft ingezet tegen de kruisraket en de kernbom. Hè? Dat is niet onbekend. Maar hij heeft heel veel over techniek geschreven, weet jij ook. Maar die spreekt in het tweede deel van de Antiquiertheit des Menschen. Hè? Dus de mens eigenlijk als een gedateerd antiquarisch stuk. Spreekt hij over
Ik vond het een hele mooie gedachte. En ik moest ook meteen aan jou denken. En nu we het er zo over hebben, denk ik, nou, ik gooi hem er maar in. Over de wandloosheid, de muurloosheid. Dus dat in tendens zit in de moderne techniek. En, daar, en ik denk dat als we het dadelijk over big tech gaan hebben, dat we precies op dat punt ook uitkomen. Waarin eigenlijk je had het net over de oikos, maar waarin eigenlijk de scheidingsruimte, dus de wanden, ja. worden weggevaagd. Ja, klopt. En het is een hele mooie, en hij zegt ja, op allerlei domeinen, publiek, privaat, maar veel meer aspecten zien we dat eigenlijk de muren, denk ik ook aan grenzen, open grenzen, ja. het is zoals man, vrouw, wat binnenwereld, buitenwereld, op allerlei manieren worden die wanden worden opengebroken. Ja, klopt. En is dat ook de lijn die je, want je zegt Jerry Springer, daar zie je eigenlijk heel open en bloot wat er in de slaapkamer had moeten gebeuren, of wat ze aan de keukentafel hadden moeten oplossen. Ja. Dat zie je, dat die technologie, in die zin past het ook heel erg bij de vloeibare tijden waarin we leven. Dat begrip van Zygmunt Bauman natuurlijk. Ja. Waarbij je denk ik ook kunt zeggen van dat die technologie is niet de veroorzaker natuurlijk van die vloeibaarheid. Maar is wel een enorme deeltjesversneller ervan. Dus het hele idee wat natuurlijk ook met de romantiek opkomt, dat het de authenticiteitsdenken. Dat zie je natuurlijk heel erg sterk, dat onze middelen, onze artefacten, onze verlengstukken daar ons heel erg in ondersteunen om dat op een bepaalde manier te styleren. Dus, en dan raken we ook al aan je boek, hè? Dus die artefacten, dat is ook wat je uit Stiegler haalt. Ja. We maken natuurlijk bij uitstek het afgelopen half jaar, of ruim dikke half jaar, zo'n versnelling mee. Hè? Ja. Dus we worden op een ongehoorde manier eigenlijk opnieuw verplaatst waar het gaat om de ruimte waarin we leven. Ja. Het was er al, maar de mate waarin we nu aan Netflix, aan Zoom, aan Facebook enzovoort vastzitten is natuurlijk een enorme versnelling. Dat is wat je daarin volgens mij ziet, is wat Stiegler natuurlijk heel mooi, denk ik, analyseert. Dat is dat idee van die, wat hij noemt, die techno-wetenschappelijke wending. Dus het idee dat zeg maar aan het eind van begin van de vorige eeuw, op een gegeven moment die de wetenschap steeds meer een dienstmaagd gaat worden van de technologie. Denk aan research and development omgevingen. Denk aan de ontwikkeling van de atoombom ook, wat natuurlijk in no time gebeurde. En wat je dus in zijn analyse ziet, is dat enorm gaat toenemen. Daar komt natuurlijk het commerciële, het kapitalisme bij, dat marktdenken. En dan krijg je een enorme versnelling in die innovatiekracht. We lopen als het ware voortdurend achter de techniekfeiten aan. En hij situeert dat in het feit dat de techne, dat staat natuurlijk voor het veranderlijke, voor het worden, voor het contingente zou je kunnen zeggen. Daar komt heel erg het accent op te liggen. En dat zorgt ervoor dat, zoals een Goethe Anders bijvoorbeeld, een mooie zin vind ik, dat de mens is een antiek meubelstuk in een modern ingerichte kamer. En dat geldt eigenlijk steeds meer. Gecombineerd met natuurlijk die innovatiedrang die vanuit Silicon Valley over ons komt. Daar zitten ook wel weer verdienmodellen achter, maar daar werkt dat volgens mij natuurlijk heel erg in door. En juist nu, tijden van corona, zie je dat men vanuit de industrie natuurlijk er alles aan doet om ons die schermpjes eigenlijk door de strot te duwen. Ja, het lijkt ook de oplossing te zijn. Ja, natuurlijk. Dus, we willen bescherming. Ja. Nou, je krijgt je scherm. Afgeschermd, ja. Dat is mijn thematiek natuurlijk in mijn staat van verwarring. Dus de schermwereld. Die wordt natuurlijk nu op een manier geïmplementeerd in een schaal. Ja. Ook nu in ons dagelijks leven, wat nauwelijks een weerga kent. Ik schrik er bij mezelf ook regelmatig van. Dus ik zit hier niet om een soort zedenpreek te houden. Nee. Want we zijn denk ik allemaal natuurlijk opgenomen. Sterker nog, de kijkers nu kijken ook via YouTube. Misschien wel op hun telefoon. Ja. Naar dit gesprek. Dus we zitten er allemaal in. Het omgeeft ons. Maar toch moeten we er een verhouding toe innemen. Sterker nog, dat is meer dan ooit eigenlijk een vraagstuk aan het worden. Hè? Dus de gedachte dat techniek alleen maar een neutraal middel is voor een doel, die is al lang nu achterhaald. Ja, dat wordt ook letterlijk trouwens in die Social Dilemma ook even naar voren gehaald. Hè? Ja, daar ben ik wel ontzettend blij mee. Want toen ik mijn boek 5 jaar geleden, Digitale Product, dat was ook een van mijn drijfveren, dat ik snel in de gaten kreeg. Want die technologie, die is dus niet neutraal. Daar zitten waarden in versleuteld, impliciet dan wel expliciet.
Je zou zelfs kunnen zeggen, er zitten mensen in onze machientjes. Ja. Maar zolang we denken dat het maar een instrument is, wat je kunt wegleggen of gebruiken of niet, maar dat op zichzelf dus eigenlijk niet zoveel doet, ja, dan hebben we een groot probleem. Ja. Dus de gedachte dat nu dat inzicht echt wel wijdverbreid is, dat het bijna een cliché aan het worden is, is heel hoopvol. En dat wijst ons ook natuurlijk onze eigen verhouding tot technologie. Juist omdat de menselijke conditie in feite een technologische conditie is. Je zou kunnen zeggen, we zijn van nature gemankeerde wezens. We bezitten geen aangeboren natuurlijke kwaliteiten om te overleven. De Prometheus-mythe verhaalt daar natuurlijk al over. Dus we hebben van meet af aan onze artefacten, verlengstukken, onze prothesen nodig om ons in een omgeving die ons eigenlijk van nature vijandig gezind is, om daarin te kunnen overleven. Ja, en als je dus zo naar technologie kijkt, dan kan je dus dat hele onderscheid object-subject of mens-technologie, dat is gewoon niet te maken. Ja. Wij zijn onze technologieën. Absoluut, dat is ook al natuurlijk fundamenteel inzicht wat in de jaren 60 door Marshall McLuhan is gearticuleerd. Hè. De medium is the message, dus het medium zelf draagt al een boodschap in zich. Ja, sterker nog, het medium, wat hij natuurlijk zijn analyse, het medium versterkt bepaalde mentale en fysieke capaciteiten die we van nature al hebben. Ja, het versterkt, het versnelt, het in versnelling, weer dat woord, intensiveert, vergroot, het bereik. Ja. En dat is transformeert en het trekt zelfs bepaalde zintuigen naar voren en verwaarloost juist anderen. Of drukt die naar dus extensie en amputatie bij McLuhan. Ook het doordat we bijvoorbeeld alleen maar in de auto rijden, daarom zullen we minder onze benen gaan. Dus onze benen worden voor een deel geamputeerd door de auto. En tegelijkertijd, omdat het landschap aan ons voorbij trekt, hebben we weer een ander soort relatie tot het landschap. Een meer reflecterende relatie. Anders dan dat je bijvoorbeeld op een motor zit en een veel directer contact hebt. Is natuurlijk ook een mooie, want het impressionisme is ook opgekomen op het moment dat ons beeld van landschap ging veranderen als gevolg van de trein. Hè? Dus de snelheid die werd geïntroduceerd heeft ook de beleving en daarmee ook de aard van het landschap veranderd. Nou, heb je in je analyse 5 jaar geleden over het digitale proletariaat uitdrukkelijk ook over een proletarisering gesproken. Ja. Hè? Dus, die ene kant die kennen we, kort aangeduid. Hè? Dus hoe die extensies toch ons als mens bepalen. Ook hoe met tech daar op een hele specifieke manier eigenlijk ons leven aan het veranderen is. Maar wat is die proletarisering? Ja, die analyse is dat bij Marx zie je dat de arbeider vervreemd raakt van zijn eindproduct. Die komt aan de lopende band te staan. Dus het ambacht wordt in stukjes gehakt en hij heeft geen relatie meer tot het eindproduct. Dat het materiële ding wat daar van die lopende band afrolt. En ik heb dat een beetje ook in lijn van Stiegler, maar dan wat verder uitgewerkt, geconstateerd van wat er nu gebeurt, is dat eigenlijk het hele domein van de geest, hè, dus ons vermogen om te denken, te willen en te oordelen, dat hele domein als het ware wordt opgenomen in een industrie. De lopende band zit als het ware in onze broekzak, dat is onze smartphone. En dat hele domein wordt op onzichtbare plekken, dat zijn de plekken waar de computers staan, waar die gegevens verwerkt worden, dat zijn als het ware de nieuwe fabrieken. Met het grote verschil dat we daar natuurlijk geen enkel zicht meer op hebben, wat daar nou nu precies gebeurt met die profielen van ons. Ja, en wat denk ik ook een lijn, dit zat ook in jouw boek, en die kwam ook in Social Dilemma weer terug. Is natuurlijk dat voor Marx de wezenlijke gedachte is dat het kapitaal exploiteert. Ja. En in dit geval natuurlijk voor Marx ook dat de arbeider eigenlijk wordt geëxploiteerd. Ja. Omdat hij zelf een bron van waarde is. Dat was in ieder geval zijn waardetheorie. Waarbij zijn arbeid eigenlijk tegen de laag mogelijke prijs moet worden verkregen. En dat betekent eigenlijk dat hij in een afhankelijkheidsrelatie wordt georganiseerd. Ja. Op zo'n manier dat die arbeid eigenlijk zo goedkoop mogelijk, maar ook met de grootste last of nadeel voor die arbeider zelf, eigenlijk wordt geleverd. Ja. Dat is
Maar één verschuiving die nu gaande is, en dat is denk ik ook wel het innovatieve, waar de, je wees er al op, kijk, waar de lopende band natuurlijk ons handwerk of de spierkracht amputeert, ja. Om het met McLuhan te spreken, ja. daar gaat in die moderne informatietechnologie eigenlijk ons denken zelf het object worden. Ja. Of jij zegt zelfs, ja, het aandacht is eigenlijk in met name in die commerciële toepassing van big tech zelf ook eigenlijk de grondstof. Ja, klopt. Nee, dat is en dat is ook echt een zorg in toenemende mate van mij geworden na dat boek, dat idee van aandacht. Die aandachtsindustrie die er dus van alles aan gelegen is om ons voortdurend aan die schermpjes vast te lijmen. En ja, daar zit ook een... Het verontrustende deels in ieder geval is dat we denken dat aandacht een soort mentale capaciteit is. Maar aandacht bepaalt nu juist hoe we gesitueerd zijn in de wereld. Aandacht gaat over op een aandachtvolle wijze betrekkingen kunnen aangaan met dingen en mensen om je heen. Denk aan de ambachtsman, aan de meubelmaker die op een aandachtsvolle wijze bezig is meester te worden over zijn materie. Die krijgt daar dus letterlijk grip op. Dat gaat over tact. Dus... dat idee van aandacht is een hele belichaamde activiteit. En we zien dus nu eigenlijk dat doordat die aandacht voortdurend naar die schermpjes wordt getrokken, in die virtuele realiteit terechtkomt, we eigenlijk vergeten dat we met aandacht ook aandacht voor de wereld en voor elkaar hebben. En op die manier ook een zekere mate van zekerheid over ons eigen handelen kunnen inbouwen. Omdat we doorkrijgen dat we ergens inderdaad vat op krijgen. En dat is iets wat, wat in die virtualisering, inderdaad wat je het net over had, is er één of twee zintuigen die worden aangesproken. En dat aandacht, dat staat eigenlijk ook heel erg voor die ontlijvende tendens. En we moeten op de een of andere manier zien te kijken van, hey, we hebben eigenlijk hele rijke aandachtsomgevingen nodig die ons weer in staat stellen om op een betekenisvolle manier ons te kunnen verhouden. Ja, waarin de meerdere zintuigen een rol spelen. Waarin, ja. En je ziet dat natuurlijk ook, het is niet voor niets denk ik, hè, een hele opkomst van zoiets als mindfulness. Ja. Lijkt bijna een soort antidotum te zijn, hè, van waar je juist nu voortdurend met aandachtstoornissen te maken hebt. Ja. Is dit een poging om eigenlijk weer de aandacht terug te brengen, ja, waar die hoort, ook in een hele lichamelijke zin. En dat is die thematiek van lijf, zoals je weet, is bij mij een heel eigenlijk een lang thema, vanaf de verwaarlozing van het zijnde al, ook rond aandacht en aandacht en lichaam. Ook iets wat je natuurlijk in Oosterse filosofieën tegenkomt. Ja. Ja. Even toch die proletarisering, want dat is dat zet je in je boek ook vrij scherp neer. En het is een soort van... dat in deze nieuwe industriële revolutie een specifiek gevaar schuil gaat, waar het gaat om eigenlijk ons eigen wezen. Ja. En dat gaat inderdaad wel over die aandacht. Maar wat gebeurt er? Wat zag je? Laat ik het zo zeggen. Kun je dat eens kort aangeven? Nou ja, ik denk wat je ziet is dat dat hele wezen, dat hele domein van de geest wordt opgenomen in een industrieel proces. Dat je dat dus deels eigenlijk kwijt bent. Je bent natuurlijk niet alles kwijt, maar je hebt in ieder geval geen zicht meer op wat zeg maar met het meest intieme aspect, onze verlangens, onze wensen, onze voorkeuren, wat daar precies mee gebeurt en op wat voor manier dat gemanipuleerd kan worden. En ja, dat is in feite in een notendop wat ik signaleerde en wat ik geprobeerd heb om in het kader van proles, dat is iemand die eigenlijk geen zeggenschap meer heeft, ja, behalve misschien de zeggenschap over zijn of haar eigen voortplanting. En dat hangt heel erg samen met natuurlijk het feit dat technologie, zodra dat gaat samenklonteren met ideologieën en met macht, ontstaat er altijd wel een listige constellatie. Een constellatie waar we echt heel erg alert op moeten zijn. Dat hebben we natuurlijk in de geschiedenis gezien. En nu zien we dat natuurlijk weer gebeuren. Want ja, Silicon Valley staat natuurlijk voor een bepaalde ideologie. Dat gaat over het hele libertaire, meritocratische denken van het zelfredzame individu. En dat zijpelt op allerlei manieren in die technologieën door. Waarbij we dus nog steeds de illusie hebben dat we autonoom zijn. Dat we zelf wel dat apparaat kunnen wegleggen. Maar ondertussen niet in de gaten hebben dat juist doordat we dat denken, dat we autonome individuen zijn, dat we juist zeer bevattelijk worden voor die manipulatie. Ja, dat is als ware een dode hoek. Je zou kunnen zeggen, we sluiten ons af voor de manier waarop we onszelf gevangen zetten. Ja,
Precies. Dat is eigenlijk de dubbele vergetelheid die optreedt. Nou ja, en dat is natuurlijk ook wel. Die gevangenschap is natuurlijk dat gaat natuurlijk naar Foucault, naar het panopticon. Maar met grote verschil is. Ja, wij zien de wachters nog steeds niet. Alleen is het nu niet zozeer het feit dat we geïsoleerd raken, maar juist dat we zoveel mogelijk met elkaar in de connectie moeten zijn. Dat is natuurlijk het kunstige, hè, wat er gebeurt. Ja. En dat zag je natuurlijk ook tevoorschijn komen, ook weer in de documentaire. Er op een bepaalde manier natuurlijk gebruik gemaakt van hele elementaire menselijke behoeften. Ik bedoel, we hebben behoefte aan communicatie. Ja. We hebben behoefte aan waardering. We hebben behoefte aan erkenning. Ja. Aan het idee dat we niet alleen zijn in de wereld. Ja, dat is. Het doet me ergens ook denken. Ik maak daar wel eens gekscherend grapjes over. Want we moeten eigenlijk het ethos van de nerd, ik zeg het nu even heel generaliserend, die zouden we eens wat nader moeten bezien. Dat is ook al de lijn naar je nieuwe boek toe, hè? Ja, dat, Nerdistan. Ja, Nerdistan. Welkom in Nerdistan. Dat is de werktitel. Maar dat ethos, daar valt er namelijk wel het een en ander over te zeggen. Om het heel scherp te zeggen, het zou ons natuurlijk eigenlijk heel erg moeten verontrusten dat een figuur als Zuckerberg, waarvan bekend is dat hij zich op een nogal moeizame manier verhoudt tot sociale interactie. Je ziet het ook als je hem in machine. Alleen al ziet lopen, ja. Met die soort ogen. Het is nogal creepy inderdaad. En daar zijn ook genoeg dingen over te vinden van mensen die in zijn nabijheid verkeren. Je mag niet zeggen dat hij autistische trekjes heeft, dan worden heel veel mensen boos. Maar er zit toch een soort onvermogen in ieder geval in. Moeizaam om kunnen gaan met allerlei prikkels. En ja, het is natuurlijk eigenlijk heel vreemd dat we het grootste sociale netwerk, wat we ooit in de geschiedenis hebben gekend, dat we de bouw daarvan hebben overgelaten aan iemand die het lastig vindt om zich sociaal te bewegen en te interacteren. Dat is toch een beetje alsof je een pyromaan je brandveiligheid laat organiseren. Het doet mij ook erg denken aan de laatste hoofdstukken van Spengler's Untergang des Abendlandes over de machine, waarin die inderdaad natuurlijk zegt, hij spreekt dan over socialisme in een heel andere zin dan wij het verstaan, maar dit is eigenlijk het opleggen van jouw opvatting, mening, als algemene regel voor de mensheid. Het draait een soort Kantiaanse principe om. Hè? Ja. Maar zorg dat de anderen zo denken als jij denkt. Zorg dat ze willen zoals wat jij wil. Ja. En hij ziet inderdaad samen met die moraal van een soort universalisme, waarin juist het individuen een enorme effect krijgen, ziet hij gerealiseerd ook door moderne techniek. En ik heb altijd gezegd, dat is. Als je nu nagaat, precies wat jij zegt, hè, de weerslag die het brein van enkele honderden ingenieurs en met een paar leiders erbij nu heeft. Hè, een weerslag die hun denkbeelden hebben op hoe wij leven. Ja. Ja. Dat is nog nooit eerder vertoond in de geschiedenis van de mensheid. Dat is ook wat Soebel zegt. We worden met iets geconfronteerd dat zo uitzonderlijk is dat we het eigenlijk nauwelijks bevatten wat er gaande is. We hebben gewoon een elite van ingenieurs, programmeurs, codeurs, hoe je ze wilt noemen. Die onze wereld aan het bouwen zijn. Ja. En dat levert natuurlijk prachtige dingen op. Spengler, dat is Faustische ziel, hè? Ja, dat is natuurlijk het oneindige. De grote tovenaar. Ja, dat is de magie. Dat is het natuurlijk, wat ik al gezegd heb, het ongevraagd of het ongeziene van de technologieën. We zijn allemaal tovenaarleerlingen ook. Dus we mogen daar ook in meedelen. We vinden dat op een bepaalde manier ook wel heel erg fijn. Maar het gaat natuurlijk wel over van die drang tot maakbaarheid. Het idee dat de mens eigenlijk een informatie genererende machine is. Want dat is de ideologie die er vaak achter ligt. Hè, dat dataïsme. Ja. En de gedachte dat de mens eigenlijk ook uit code bestaat. Dan is het een kleine stap om te denken van maar als computers vaak niet doen wat we willen. We zijn voortdurend, dat zijn programmeurs natuurlijk voortdurend met die code bezig. Die niet helemaal doet of werkt, dan de mens is ook te coderen. En misschien moeten we die broncode van die mensen ook maar eens gaan herschrijven. Ja, ja. Als we nou even dat teruggaan naar dat Nerdistan, hè, want de gedachte dus dat een bepaald slag mensen, hè, wat op een bepaalde manier in het leven staat, eigenlijk nu het milieu, de omgeving aan het creëren is, waarin wij ons allemaal moeten bewegen. Hoe zou je dat ethos, hoe zou je dat nog nader willen karakteriseren? Je hebt gezegd, je ziet bij met Zuckerberg misschien al iets van dat toch sociaal
nou ja, misschien niet helemaal is zoals het zou moeten zijn. Maar, maar je kiest niet voor niks voor dat woord nerd. Waarom? Nou ja, daar zit dus een... het is een ethos waarin het... bij Nietzsche een beetje het gevoel van ressentiment. Het onvermogen om als het ware... Het jongetje dat gepest werd op schoolplein. Ja, wil je dat? Ja, dat zit er zeker in. En dus ook de wil om op een bepaalde manier daar je wil aan op te leggen. Aan die werkelijkheid zo te kunnen kneden dat het eigenlijk voldoet aan de wensen en verwachtingen die je hebt. Dat het zo frictieloos mogelijk wordt, bijvoorbeeld. Dat is natuurlijk heel belangrijk bij de technologieën die we gebruiken. Dat ze, zeg maar, de spanning, de weerstand tussen ons en de werkelijkheid of onderling zoveel mogelijk proberen weg te halen. Ja, dat is ook het aspect van afscherming. Ja. De enorme, als je over fluiditeit hebt, kunt van het ene gesprek naar het andere. Als het onaangenaam wordt, ben je weg. Ja. Swipen, je gaat daten zonder risico. Ja. Dat is wat anders dan wanneer je in de kroeg naar een meisje, op een meisje afstapt. Ja. Dat is de nerd krijgt hier. Jij zegt van ja, het is op een bepaalde manier een hele veilige veiligheidsomgeving. Ja, dus de mogelijkheid om je stempel op die manier op de werkelijkheid te drukken. Om alles wat ongemak veroorzaakt, om dat zoveel mogelijk te elimineren. Ik denk dat, nou ja, dat zie je ook bij bepaalde natuurlijk, echt die transhumanisten of posthumanisten. Het idee dat ze zelfs dat lichaam uiteindelijk achter ons kunnen laten. Hè? Dat omhulsel dat ons altijd maar in de weg zit. En dat we uiteindelijk ons brein kunnen uploaden op een device. Behalve dat we dan wellicht onsterfelijk worden. Dat soort ideeën zijn natuurlijk. Ja, zie je daarin ook weer dat verlossingsgeloof. Van dat we zoveel mogelijk alles wat frictie veroorzaakt moeten gladstrijken. En egaliseren. Ja, je zou kunnen zeggen natuurlijk dat op een bepaalde manier, als we dan toch even bijna de nerd als een soort archetype nemen, dat daar dus de slimmigheid naar buiten komt door heel goed na te denken, om de voorzorgsmaatregelen te nemen zodat je dat niet overkomt. Bijna al vanuit een beweging terug, hè, waarin je alleen op je kamer dat eigenlijk aan het verzinnen bent. Ja. Tegelijkertijd zien we natuurlijk, en dat is de behoorlijke ironie, en dat kwam ook al naar voren in die social dilemma, dat er een enorme ellende ontstaat. In de zin van het aantal zelfmoorden onder tieners, hè, mensen zelfs al die nog niet de 10 hebben bereikt, is schrikbarend toegenomen. Ja. Hè, dus depressieve klachten, angstaanvallen bij jongeren. Ja. Ik heb altijd al gezegd, die concentratiestoornissen en de opkomst van ICT, dat moet met elkaar in verband worden gebracht. Dat is heel duidelijk. Ja. Die permanente impuls. Dus je ziet eigenlijk dat er een... Nou ja, laten we zeggen, misschien het meest extreem, dat de korte termijn bevrediging en misschien de korte termijn comfort, het uit de weg gaan, om het zo maar te noemen, tegelijkertijd aan de andere kant een enorme, bijna een kapitaal aan pijn aan het verzamelen is. Ja. Nou, ik denk dat die observatie klopt. Er is ook wel onderzoek. John Twenges, Amerikaanse onderzoeker, die heeft ook laten zien dat sinds de introductie van de smartphone inderdaad bepaalde grafiekjes, zoals het gevoel van ongelukkig zijn en het zelfmoorden onder jongeren, enorm toenemen. En ja, wat je daarin volgens mij ziet, is toch steeds meer moeite om je op een actieve wijze te kunnen verhouden tot die fysieke werkelijkheid, om het ongemak aan te gaan. En nou ja, je ziet het natuurlijk ook aan de... Ook verzwakking, hè? Ja, nou ja, dat zit er in de smombie, de smartphone-zombie, die voortdurend maar in dat schermpje verdwijnt en op die manier elke confrontatie uit de weg kan gaan. Dat is zeg maar de uiterste consequentie ervan. En ik denk dat wel... En dat zag ik ook bij mijn studenten bijvoorbeeld aan de Beeldingacademie, met wie ik dan zo'n experiment doe. Hè. Die gaan een week lang offline. En je ziet dat ze zich plotseling, één student zei van, hey, mensen zijn eigenlijk best wel aardig, ik kan ze gewoon wat vragen op straat. Ook studenten die aangaven, ik voel me zelfverzekerder. Ik merk nu dat ik ook zonder smartphone van A naar B kan komen. En dat ik eigenlijk dus veel zelfredzamer ben dan ik dacht. Nou ja, dat zijn allemaal wel indicaties dat we op een bepaalde manier in die technotoop ons dusdanig toch ook echt afhankelijk hebben gemaakt van die frictieloosheid. Dat je echt op problemen stuit op het moment dat zich iets voordoet. Ja. Dat een bepaalde opgave, waar een bepaalde opgave voor nodig is. Ja, of dat er dus een ander type frictie juist gaat optreden. Hè? Dus niet lekker in je vel zitten, sombertes, afhankelijk worden toch van die
Van het aantal likes of de opmerking die binnenkomt, die, waar je niet meer van los kunt maken. Ja. Dus er zit ook iets van, als je het hebt, dus het is zowel afscherming als afsluiting. Hè? Dus iets van afgeslotenheid. Ja, en er zit ook een soort oververhitting. We worden zo overprikkeld door allerlei communicatie- en informatiestromen. Die kun je eigenlijk niet meer op een betekenisvolle wijze in je handelen laten afvloeien. Dus zeg maar, dat is een manier waarop we vaak natuurlijk ons kunnen kopen zeg maar, met de werkelijkheid. Dat je krijgt een impuls, er is een prikkel en je wilt daar, als het even kan, op een betekenisvolle manier naar handelen. Maar omdat we echt een soort info-apocalyps in verzeild zijn geraakt, is dat ontladingsmechanisme, dat verstopt eigenlijk. Dus je raakt letterlijk als een machine die oververhit raakt, je niet meer in staat om het te laten afvloeien, die energie, in een handeling. Ja. Ik denk dat ook echt wel zorgt voor een zekere overspannenheid. Ja, nou, die herken ik ook. Ik kan me herinneren dat ik in mijn studententijd heb ik mijn eerste jaar afstand gedaan van de televisie. Dat heb ik 12 jaar weten vol te houden. Tot ik ging samenwonen. Ik zal niet de partner de schuld geven, maar het was wel het moment waarop die televisie weer terug in de woonkamer kwam. Ja. Ik schrok ook wel enigszins overigens toen ik zag wat daar, in 85 was de televisiewereld nog tamelijk overzichtelijk. Ja. Hè? Maar in 97 was die toch al heel anders. Ja. Al die commerciële televisie is dan binnengekomen. En ik realiseerde me toen ook wel heel goed, wij hebben natuurlijk in de jaren 60... Ik ben in met name jaren 70 dan opgegroeid, jaren 80. Hebben we natuurlijk gewoon een vrij strenge mediawet gehad. Hè? Je kunt het nu eigenlijk nauwelijks meer voorstellen. Nee. We hebben zelfs die commerciële televisie buiten de deur gehouden. En ik zeg het ook wel eens in leergang, ook bij ambtenaren. Het is toch opvallend dat wij dus kennelijk als overheid een opvatting hadden over technologie. Ja. En over informatie. En over informatie. Ja. Dus op een manier dat je zegt van het is beter dat niet permanent beschikbaar is. Ja. Als je thuis kwam, dan kon je niet gaan Netflixen of wat dan ook. Nee. Of naar de commerciële televisie, die er natuurlijk in Amerika bijvoorbeeld al lang was. Dat was onmogelijk. Dus er was een pedagogisch idee daarachter. Ja. En dat hebben we in de loop van de jaren 80 losgelaten. En we hebben nu eigenlijk totaal geen... Nee, en ik denk wat je daar ziet. Ik bedoel, het net had natuurlijk ook de belofte. En die belofte zit er, laat ik daar helder in zijn, nog steeds in. Is dat het ons op allerlei manieren kan emanciperen, kan democratiseren. Dat we daar in ieder geval informatie dat vandaan... Dat was ook het ideaal, hè, in de 60's. Precies. Dus daarin zie je misschien ook die verandering naar hoe we ons verhouden tot informatie. Het idee van hoe vrijer, hoe beter, hoe meer dat kan rondzingen. Daar kunnen we alleen maar beter van worden. En dan nog eens een keer gecombineerd met de nerd die denkt dat hoe meer mensen je maar met elkaar in verbinding brengt, dat we daar allemaal heel erg gelukkig van worden. En hoe gemakkelijker de dingen gaan, dat ook bijdraagt aan ons levensgeluk. Maar goed, we zien die verschuiving. Hè? En eigenlijk stonden we in de jaren 90 vrijwel met lege handen. Want we hadden ook al de televisie en de radio in hoge mate geliberaliseerd. Ja. Dat was de. Dus, en vervolgens is het internet daar in die vrije ruimte. Je kan wel zeggen frictieloos ingevoerd. En daar hebben we natuurlijk met name ook die big tech bedrijven enorm gebruik van gemaakt. En we hadden het over dat thema van die enorme druk. Hè? De druk van de beleving, om het Gerard Visser te spreken. Mm-hmm. Maar de plaatjes, de zinnetjes, via smartphones, de muziekjes. Ja. Die continu op je inwerken. En waarvan jij zegt, je wordt eigenlijk overladen ermee. Ja. En je moet ook met liken moet je natuurlijk overal een oordeel. Of al is het alleen maar hup. Het is een soort automatisme. En dat betreft haakt het natuurlijk aan dat. Ja, de mens zou je natuurlijk ook als een automaat kunnen zien. Ja. We in hoge mate zijn het onze gewoonten die bepalen hoe we op een gegeven moment ons gaan gedragen. En we worden nu eigenlijk geautomatiseerd. We worden geautomatiseerd. We worden in een groef komen we terecht waarin we bepaalde handelingen als het ware internaliseren. En dat gaat inderdaad, ik zie wel eens als ik mensen in de trein, ik heb zelf geen smartphone, maar ik zie mensen liken. En dat gaat met een snelheid. Dat ik denk van, ze hebben dus niet eens gezien wat daar
wat ze nou eigenlijk precies geliked hebben. Dus daar zit, het is inderdaad een automatiseringsproces geworden dat we ons eigen hebben gemaakt. En nou ja, daar ligt dan ook deels de opdracht om toch op allerlei manieren te kijken hoe we weer kunnen de-automatiseren. Ja, ja, want dat was natuurlijk eigenlijk wat je aan de lopende band al zag gebeuren. Hè, met bepaalde patronen die er gewoon werden ingesleten. Ja. Hoe mensen handelingen gingen verrichten. En je zou kunnen zeggen, nu is dat bijna tot het mentale proces. Ja. Tot dat domein geworden. Wat we inderdaad door middel van swipen of bepaalde filmpjes, acties aan het herhalen zijn. En ook hoe we ons verhouden tot onze gevoelens en intuïties. Ik bedoel, natuurlijk kun je een slaapapp raadplegen als je 's ochtends wakker wordt en denkt van, hé, ik heb niet zo lekker geslapen. Dus kijken, klopt het wel? Maar je kunt natuurlijk ook gewoon afgaan op die fysieke sensatie. Ja, hoe voel ik me nu vanochtend? Precies. Dus de vraag is van, gaan die algoritmen of die data bepalen voor ons hoe we ons voelen? Of zijn we het nog zelf op den duur? Nou, je ziet toch wel dat het eigenlijk steeds meer lijkt alsof we ons steeds meer voegen naar wat al onze metertjes die we gebruiken, wat die ons aan informatie teruggeven. Ja, want dat is denk ik, je opende ook met die analyse van, ja, wij worden op een bepaalde manier, ook in zo'n film als social media, worden we eigenlijk bekeken. Hè, maar we zijn meer dan dat. Wat natuurlijk fascinerend is dat je wel ziet dat dus, bijvoorbeeld in groepen of in die bekende echokamers of zelfs bij, zoals we mee hebben gemaakt op YouTube, dat zich bepaald soort gemeenschappen gaan vormen waar ook echt stemmingen resoneren van boosheid of verontrusting of waar we eigenlijk ook met al die communicatie, je zou bijna zeggen, een soort van geest creëren. Die niet meer louter hier bestaat, maar in de computer. Ik denk dat het ten diepste ook in zo'n film als Wat is de Matrix? Hè? Ja. Je weet, ik heb er ooit een keer een essay over geschreven. Over aardgeest. Dus dat er iets van een soort geestelijke dimensie openbarst. Hè? Dus in de documentaire gaan ze op een gegeven moment, wat ook echt gebeurd is natuurlijk, de rol van Facebook in het drama van Myanmar. Ja. Hè? Dus die genocide. Ja. Dus er komt eigenlijk iets op wat natuurlijk die nerds ook totaal niet hebben overzien. Nee, natuurlijk niet. En dat is natuurlijk inherent aan technologie. Dat het altijd, het heeft een Januskop. Dus het doet ook vaak wel wat we denken dat het moet doen. Maar ja, daar zitten ook altijd aspecten aan die je niet kunt overzien. Dat is bijna, je zou kunnen zeggen, een gouden regel van technologieën. Ja, maar hier dus bij uitstek heel mentaal. Ja, nee, dat is inderdaad, dat zit op mentaal niveau. En dat kan ik wel beamen. Maar goed, de vraag is alleen van, ja, Floridi, de Italiaanse techniekfilosoof, die heeft het ook over dat we in forks aan het worden zijn. Hè? Dus eigenlijk dat hele onderscheid offline, online, dat kun je niet meer maken. Daar ben ik het ook wel mee eens. We zijn als het ware verbonden informatieorganismen die in een infosfeer komen te leven. En die infosfeer die raakt heel erg aan juist die primaire gevoelens, aan juist dat intuïtieve, de opwelling om even een tweet eruit te kunnen gooien of anoniem je stem te laten horen. Op die manier jezelf wel weer zichtbaar maken op een bepaalde manier. Dus het zit heel erg, inderdaad, denk ik, heel erg op dat niveau. En ik krijg het idee dat nu ook steeds meer doorbreekt. Dat idee van, ja, allereerst, ik heb alle informatie tot mijn beschikking. Ik neem niet zo snel genoegen als iets niet meteen duidelijk is. Dat is toch de suggestie van het net. Het is transparant. We kunnen voortdurend zien wat er gaande is. En alles wat ongevraagd of onvoorzien op mijn pad komt, ja, dat moet het dan bijna ontgelden. En ja, dan kijk je naar buiten. Want dat is natuurlijk het fascinerende wat we nu meemaken. En we zagen het voor een deel denk ik ook al bij vormen van terrorisme. Of het nou Breivik is of islam, maakt me dan eigenlijk niet eens zoveel uit. Maar dat er dus een moment komt waarin, laten we zeggen, deze geest die dan rondwaart in bepaalde groepen. Ja. Dat zag je natuurlijk in Myanmar natuurlijk op een gruwelijke wijze. Maar dat die dus overgaat naar het lichaam. Ja. De mensen die de hand aan zichzelf slaan. Of de kinderen die zich gaan snijden. Het fysieke geweld. En dan krijg je dus eigenlijk een soort
ik zou bijna zeggen een tweede fase, waarin opnieuw als de fysieke wereld als het ware in het teken komt te staan van die, ja. Deze communicatieve sfeer die eigenlijk heel erg destructief is. Ja, en die was hij natuurlijk ook een mooi stuk onlangs in NRC, waarin hij ook laat zien van hoezeer dus die hele cultus van liken en van beoordelen, dat natuurlijk ook naar buiten treedt. En dat je voortdurend op allerlei manieren met raten bezig bent. Precies. En dat zorgt ook voor een bepaalde overspannenheid. Waarbij je ook nog kunt afvragen van wat zijn die relaties dan precies die we met elkaar hebben. Van als je ergens naar een plek gaat, ik noem maar Airbnb, en iedereen is enorm vriendelijk tegen je. En je kunt dan al snel het idee krijgen, is dit nu echt de vriendelijkheid? Of is dit nu met in het achterhoofd toch ik moet wel die vijf sterren nodig. Een fake rate. Ja, een fake rate. dus ja, dat doet natuurlijk iets. Voor het laatste gedeelte, je refereerde er al even aan. Hè? Dus je bent zelf ook bezig, onder andere binnen de Bildung Academie, niet alleen hierover, maar ook toch het thema van digitalisering, ook een soort antidotum, een tegengif te ontwikkelen. Je had het al, je hebt ook een boekje geschreven over die digitale detox. In je nieuwe boek thematiseer je eigenlijk meer de culturele horizon die hier een rol speelt. Laten we daarmee eindigen. Dus er is een bredere culturele problematiek in jouw ogen. En als we daar nu nog naar kijken en ook in de richting van een mogelijk antwoord, een tegengif, hoe we dat dan kunnen begrijpen. Dus eerst maar toch hoe zou je nog, voor zover we daar nog elementen van hebben laten liggen, nader willen ingaan op die, laten we zeggen, die culturele thematiek. Nou ja, ik denk toch dat je dan, in mijn geval kom ik dan toch bij Nietzsche uit. En die natuurlijk in zijn diagnose, God is dood. Je zou nog kunnen zeggen, de grote verhalen hebben we ten grave gedragen. En wat je dan ziet ontstaan is wat hij dan de laatste mens noemt. Dus dat is een mens die niet echt... Je lacht en blinzelt. Ja, precies. Ja. Hij heeft het geluk gevonden. Hij heeft zijn pretje voor Vroeger de dag. Vroeger was alles een vergissing. Ja, precies. Zijn pretje voor de dag, zijn pretje voor de nacht. Maar hij eert de gezondheid. Ja. Hè? Dat, ja. Ja, niet te veel verantwoordelijkheid. Nee, precies. Dat is alleen maar lastig. Nou ja, en ik denk eigenlijk dat die analyse, en ik bedoel dat idee van nihilisme, dat gaat natuurlijk verder terug, maar dat we eigenlijk toch, het idee dat we daar heel erg naar moeten kijken is in hoeverre die technologie als het ware een soort gematerialiseerde vorm van nihilisme cultiveert. Namelijk precies die mens die niet zelf meer waarden wil of hoeft te creëren, die niet echt ergens meer in gelooft. Dat is, externe autoriteiten of gezag is, die zijn zoek, die zijn kwijt. Dus ja, waar kun je het dan nog vinden in behalve het gemak te optimaliseren en het geluk te denken te kunnen vinden in allerlei technologieën die je kunnen onderdompelen, die je als het ware het bewustzijn als een ziekte, het is zeg maar dat adagium, dat nihilistische adagium, die je daar van ontlasten. En ik denk dat je dus op allerlei manieren dat terugziet, dat die technologieën eigenlijk, zeg maar dat ethos van de nerd beantwoordt heel erg ook wat ons drijft en ook tegelijkertijd verscheurt. Van ja, hoe moeten we nu betekenis geven in een wereld waarin dat echt helemaal op onszelf aankomt? Als het gaat over betekenis, waarheid, identiteit. We moeten het volledig uit onszelf halen en dat valt natuurlijk heel erg zwaar. Dat heeft veel opgeleverd, maar dat valt ook heel erg moeilijk om dat werkelijk te verwezenlijken. En op een bepaalde manier komen die technologieën tegemoet omdat, nou ja, om daarin op te kunnen gaan, bijna letterlijk. En ons als werkelijke laatste mensen denken van, we hebben het geluk gehad en we lijken nog een keer. Ja, ik herken de analyse en ik ga er in zekere zin ook in mee. Tegelijkertijd, wat mij eigenlijk toch al van, ik kan bijna zeggen van jongs af aan bezighoudt, is de gedachte die je ook bij Heidegger ziet, want het is het beantwoord ook aan zijn idee van het bestel. Ja. En dus de totale bestelbaarheid en de mens die zelf bestand wordt. Ja. Nou ja, dat zien we zich natuurlijk nu voltrekken. Ja, de berekenbaarheid. De berekenbaarheid die hij natuurlijk al in de jaren 40, 50 aan de kaak stelt, of aan de orde stelt. En tegelijkertijd, en dat was ook in mijn eigen kritische proefschrift of commentaar op het denken van Heidegger, heb ik ook altijd gedacht van ja, maar de intuïtie gehad,
En dat geldt eigenlijk ook voor Nietzsche's laatste mens. Mm-hmm. In hoeverre is dit leefbaar? En dan bedoel ik we doven uit. Nee, maar zie je niet juist, en was misschien de gruwel van Auschwitz al een voorbode daarvan, dat juist in die zo'n moderne, en misschien moeten we inmiddels al spreken, hypermoderne context, toch steeds, en waar we het over hadden, steeds iets naar boven komt, wat en heel erg kwaadaardig of destructief wordt. Mm-hmm. En dus dat er een soort desorganiserende tegenkracht is, die maakt dat die laatste mens eigenlijk zichzelf vernietigt. Ja. Nou ja, dat is natuurlijk. Heb je zelf niet. Nou ja, die thematiek zit natuurlijk ook bij Nietzsche. En die zie je deels dat de gedachte dat de mens zich. Dat we naar een soort posthumane werkelijkheid gaan. Waarbij we. Dat is het discours of het narratief vanuit Silicon Valley. Alsof er een soort techno-evolutie gaande is. Waarbij we alles wat ons menselijk maakt uiteindelijk gaan overstijgen. Onze hele gesitueerdheid in ruimte en tijd. En daarmee inderdaad naar een soort supermens gaan, waarvan we ons eigenlijk geen voorstelling kunnen maken. Dat is één vorm, maar de andere is natuurlijk chaos. Ja, ja. Nou ja, dat op dit moment komen er heel veel dingen bij elkaar, waarin ik dat beeld ook wel best wel verontrustend vind. Als je kijkt nu naar corona, dat zet dingen gewoon heel erg op scherp. Ja. Zaken die al in de lucht hingen, die komen nu toch wel met een ziedende vaart naar beneden. Je ziet het aan de polarisatie, ook hoe het onderwerp zelf. Ja, als je het dan over die geest hebt, dus dat er iets heel onrustigs. Ja, en ook echt iets wat zich op geen enkele manier een barrière of een grens nog laat welgevallen, lijkt het wel. Dus alles wat tegenwerkt, wat frictie veroorzaakt, dat moet opgeruimd worden. En goed, er zijn ook wel, Barrico heeft ook wel gezegd van dat internet is eigenlijk. Hij bekijkt dan op een positieve manier. Eigenlijk staat daar nooit meer Auschwitz. En zo zegt hij het niet, maar dat heb ik ervan gemaakt. Van, het komt voort uit de ervaring van Auschwitz. Van hoeveel de hiërarchieën, het prikkeldraad, de barrières, hoeveel ellende dat heeft gebracht. En dat als het ware de grond werd gereed gemaakt om een infrastructuur te bouwen waarin dat allemaal niet meer aanwezig is. En waarin je dus als het ware op die manier die emancipatie kan bewerkstelligen. Ik moet op de een of andere manier dan ook steeds denken aan die fascinerende gestalte in Star Trek, de Borg. Oh ja, met die oren. Dat zijn het. Nee, de Borg is echt dat is die zwevende klomp de ruimte. Ja, ja. Met eigenlijk al met die die mensen die zelf al half machine cyborgs. Ja. Resistance is futile. Ja, ja, ja. Dus eigenlijk alle weerstand wordt volgens uitgeschakeld en weer opgenomen. Ja. En dat dus iets van die wat je nu ziet gebeuren in misschien zelfs in China, maar ook bij ons lijkt wel ook die, in ieder geval die tendens in zich te dragen. Ja, daar zit het is een soort radicalisering van, misschien wel de frontier-gedachte, weet je wel? Dus naar het uiterste westen en daar was de grens en toen to boldly go, no one can before. Ja. Ja. Ah. Dus daar zit een enorme in potentie chaos in. Ook omdat daar natuurlijk ideeën zijn dat die computers dusdanig intelligent worden dat ze de menselijke intelligentie ver gaan overstijgen. Dat is heel erg spannend, maar daar wordt wel. We met elkaar besluiten, en dat is denk ik ook waar Siri Berends voor waarschuwde. Maar wij moeten in feite congrueren met die machine. Dus als jij nog anders denkt en een ander gevoel hebt, dan moet je. Want die machine doet het beter. Ja. Dus wat je natuurlijk nu al op de universiteit merkt, dat zelfs de vorm van het onderwijs mede bepaald wordt door de digitale omgeving. Ja. Dat in toenemende mate die omgevingen eigenlijk gaan dicteren wat jouw speelruimte is. Nou ja, dat is inderdaad ook het verhaal. Dat we zijn vaak bang van dat machines heel erg op mensen gaan lijken. Maar natuurlijk het omgekeerde is dat wij afstand nemen. Precies. En dat wij geautomatiseerd raken, zoals we net al even, waar we net even aanraakten. En het mooie is van deze tijd, en dat is toch echt, het dwingt ons om na te denken over waarden. Juist omdat die technologieën niet neutraal zijn. Ze kunnen bepaalde waarden versterken natuurlijk.
natuurlijk, maar ze kunnen ook bepaalde waarden ondermijnen. En dat betekent dat overal in een samenleving mensen, ook in het onderwijs is daar een belangrijk voorbeeld van, absoluut, moeten nadenken, ja, als we nieuwe technologieën willen introduceren, welke kernwaarden staan er dan op het spel? Dus het dwingt ons om terug te gaan naar wat we werkelijk waardevol vinden. Ja. En van daaruit te kunnen herdefiniëren of te definiëren hoe we die technologie al dan niet willen inzetten. En dat zie ik nu wel gebeuren. Je hebt natuurlijk ethics by design. Je hebt bewegingen die dus proberen bepaalde ethiek in die technologieën te versleutelen. En je zou ook kunnen denken aan public values by design. En dat is echt een hele urgente en noodzakelijke discussie die overal gevoerd moet worden. En zeker nu we zo massaal ons laten verleiden, ook in het onderwijs, om schermpjes te gebruiken. Dat was in het begin natuurlijk heel erg fijn. Maar uiteindelijk gaat de vraag van, ja, wat is goed onderwijs? Of moeten we niet gewoon met onze leerlingen en studenten naar buiten? Ja. Of gaat het om kleinere klassen? Ja. Maar je moet je niet gewoon weer inderdaad lichamelijke oefeningen. Begint het lichamelijke, hoe belangrijk is dat? Nou, ook in het tegenover elkaar zitten en een gesprek voeren. Ja. In plaats van naar je telefoon moeten grijpen om het met elkaar uit te houden. Nou, daar hadden wij geen probleem mee. Nee. Ik denk ook dat we hiermee ook eigenlijk wel de vraag hebben geraakt wat de Bieldoem-academie onder andere doet. Ja. Dat jullie deze thematiek natuurlijk oppakken. Nou ja, en het gaat over ethiek. Dus zo'n detox is natuurlijk niet bedoeld om studenten van hun smartphone af te krijgen. Maar het is wel een oefening waarbij de vraag naar het goede leven centraal staat. Wat het leven nu de moeite waard maakt. En hoe je kunt en wilt verhouden tot die schermwereld. En tegelijkertijd door er even radicaal uit te stappen, kun je er ook op gaan reflecteren. Dus dat gaat echt ook over van, ja, maar wat is technologie dan eigenlijk? Wat doet het? Ja. Dus het heeft een tweeledige component. En eigenlijk ook de ervaring weer opnieuw in te brengen. Ja, ja. Precies. En te ervaren wat die ervaring vermag, zou je kunnen zeggen. Ja. Hey Hans, het was me groot genoegen dat je hier was. Dankjewel voor het gesprek. Graag gedaan.